Ja. Allemaal lekkere dingen om te kauwen. Laat het even zien. Hoe eet jij een wortel? Nou. Ik eet heel snel. Ja. Ik snap niet hoe je dat doet. Ik kauw bijna niet. Ik kauw wel. Lekker, man. Hoeveel kan je dan? Nou, we kunnen wel stellen. 10. Ja, je bent zo'n langzame eten en je geniet ervan. Ja, het is volgens mij heel belangrijk dat het goed speeksel inkomt, hè? Want in je mond begint je vertering al. Wat onzin! Nou, ik ben benieuwd of dat zo is. Wat is beter, niet kauwen of goed kauwen? Kun je überhaupt beter kauwen? Ben jij een sneller eter? Een beetje. Met wie zou jij liever aan tafel zitten? Met Albert, die hier heel erg koud, alsof hij echt nooit meer wil stoppen? Of met mij, ik ben in 5 minuten klaar. Nou, ik denk met Albert, want als ik zo snel eet, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel zin. Dus, ga maar weg, Rachel. Ik heb niks zoveel tegen kou. Ik vind alleen het probleem dat het gewoon zo lang duurt. Maar wat zou je nou willen onderzoeken? Nou, hoe je beter kan kouwen. Wat mij ideaal lijkt, is dat je gewoon een drankje hebt waar alles in zit en dat je helemaal niet hoeft te kouwen, dat je het alleen op hoeft te drinken. Er zijn van die drankjes trouwens. Hier, bananendrankje, bananensmaak. En je hebt er eentje met aardbeien en amandelchocola. Ik vind het maar saai hoor, alles in een drankje. Nou, ik kan wel even iemand gaan bellen. Ik heb hier een nummer gekregen van een man die doet onderzoek naar kouwen. Wie doet er nou onderzoek naar kouwen? Het zal wel ergens goed voor wezen. Oké, nou, we gaan zien. Ik ga hem bellen, ja? Ja. Hallo? Hey, hallo. Mag ik jou wat vragen? Jazeker. Wacht even 1 seconde. Je loopt echt vet hard te kauwen. Ik kan gewoon niet eens horen. Het is alsof jij in mijn mond aan het kauwen bent. Zo hard is het. Guido, jij weet alles over kauwen. Verkouwspecialist ben jij? Ja, dat klopt. Ik werk op de universiteit en heb ik heel veel onderzoek gedaan naar kauwen. Albert, kan jij even... Wat moet ik doen dan? Wat moet ik dan doen? Ga even thee halen. Oké. Dat wel. Sorry, Guido. Oké, je doet dus, maar ik wil leren hoe ik beter kan kauwen. Kan je daar iets over vertellen? Hoe kun je beter kauwen? Nou, hoeveel kauw je nu? Ja, niks. Hapslik weg, zo snel mogelijk, het liefst. Nou, in dat geval zou ik zeggen, laten we eens beginnen met een opdrachtje. Kun jij vanaf nu proberen om 40 keer te kauwen op elke hap? Nou, ik vind dat echt belachelijk. Hoezo 40 keer? Je slaat toch nergens op? Ja, maar kauwen kan wel ook goede dingen betekenen. Dus... Ja, maar bedoel jij 40 keer? Jij bedoelt per maaltijd in totaal of per hap? Nee, op elke hap. Ja, oké, nou, ik ga het proberen. Is goed. Succes! Oké, dankjewel. Joejoe. Doeg. 40 keer. Hé. Hey. Apparaat kapot. We moeten naar beneden, ja. Oh. Oké, maar wil je nog weten hoe het gesprek ging? Ja, wat is het idee? Ik moet 40 keer kauwen. Op elke hap. Ja. En jij moet helaas al je eten in de blender doen. Worden dan de voedingsstoffen beter opgenomen of zo? Ja. Oké. Je voedingsstoffen worden beter opgenomen. Dus moet jij doen. Is het echt serieus? Ja. Ik loop je toch niet te liegen. Een week lang moet jij gewoon, mag je niet kauwen meer. En dat moet echt? Mm-hmm. Voor het onderzoek? Mm-hmm. Oké. Okay. Noemen we dat. Nou, proost. Meen je dat? Ja. Niet dus. Ik ga toch niet alles blenden dan? Ben je helemaal gek geworden? Iets in mij, en volgens mij heb ik daar alle reden toe, zegt mij dat blenderen van je eten echt helemaal niet gezond is. Dat kan ik gewoon met mijn boerenverstand al bedenken. Dus Rachel, ik doe lekker alsof ik alles blender. Maar dat mooi niet. Oké, mijn eerste keer ontbijt. Nou is het wel grappig, want ik ontbijt met dit. Ja, probeer daar maar eens 40 keer op te kauwen. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, jammer. Jekkers. Dat lukt me gewoon niet. Oké, Simon, even een paar happen dat hele ding in je mond. Kan je hem helemaal erin proppen? Hoppatee, zo mag ik het zien. Lekker snel. Hier. Droge hap hoor, dit Simon. Kom op, ga door. En wat zijn dingen die je liefst voor eeuwig in je mond zou willen houden? Een snoepje of zo, of een lollip. 30, 32. Is het weg? Bijna. Vind jij kou belangrijk, Jeremy? Niet zo. Niet zo? Lekker bezig, man. Dat was echt in een hapslik weg. Hallo. Hey Guido, even een vraagje. Want het werkt echt totaal niet.
Het werkt niet. Nee. Na 3 keer kou ben ik gewoon klaar. Maar wat eet je dan? Ja, nou gewoon een banaan, broodje met kaas. Ja, maar dat zijn zulke zachte dingen, die zijn al een beetje voorgekookt. Volgens mij moet je gewoon eens met andere dingen proberen. Wil je anders met mij meekomen dat we samen iets anders gaan koken? Ja, dat wil ik wel. Ik kom jouw kant op. Goed zo. Gaan we samen nieuwe dingen maken. Leuk. Doeg. Oké, hoi hoi. Als je zou moeten kiezen, al je eten door de blender of elke hap 30 keer kou, wat zou je dan kiezen? Ik denk 30 keer kouwen. Ja, ik dus ook. Nooit meer kouwen. Ik denk er dus in. Nee, dat kan niet. Oh, okay. Ik denk dan hapslik weg. Hapslik weg, gewoon een smoothie. Maar wat denk je dat gezonder is? Ik denk in een blender. Hey Guido. Hoi Rachel, wat leuk dat je er bent. Ja, wat een mooie molen. Ja. Nou, we zijn hier in een molen, want jij wil dingen weten over kouwen. En die molen die koudt eigenlijk voor ons het graan, de korrels, zodat wij daar mooi brood van kunnen maken. En hier in deze hele grote houten kast zitten enorme grote stenen. Die hebben we hier in het klein. En die draaien door de wind zo over elkaar. En daarmee kouwen ze eigenlijk het graan. En dan krijgen we dat meel. En daar bakken we lekker brood van. Precies. Cake van. Maar dat zou betekenen dat ik al mijn eten in een blender zou kunnen stoppen. Het zou kunnen pureren en dan als een soort smoothie zou kunnen opdrinken, hoef ik nooit meer te kouwen. Nee, dat klopt als het alleen maar gaat om die voedingsstoffen opnemen. Maar er zijn nog allemaal andere belangrijke redenen om te kouwen op je eten. En die kan ik je beneden vertellen als we even wat gaan koken. Oké. Okay. Zo, Guido. Nou, wat had je in gedachten? Nou ja, toen ik jou de opdracht had gegeven om heel veel te kouwen, ging dat niet zo goed, toch? Nee, het was vreselijk. Wat had je precies gegeten? Ja, nou, gewoon normaal eten. Ik hou van witte bolletjes met kaas. Gewoon normaal, weet je, vlees, wortels, hartstikke gezond. Die aardappels, wat had je daarvan gemaakt? Nou, gewoon heel normaal, heb ik gewoon gekookt. En toen? Opgegeten meteen of heb je er nog iets anders mee gedaan? Ja, ik heb het nog natuurlijk een puree van gemaakt, aardappelpuree. Ik hou niet zo van gekookte aardappelen. Ah. Ja, maar kijk, als je dus aardappelpuree eet, dan is dat al helemaal een soort van zacht papje. Daar hoef je helemaal niet meer op te kouwen. Dus dan snap ik wel dat je niet er 40 keer op kunt kouwen. Nee. Zal ik proberen met een beetje hetzelfde als wat je afgelopen week gegeten hebt? Dat ik probeer daar hetzelfde mee te maken, maar dan dat je er wel werk mee moet doen. Dat je er wel op moet kouwen. Oké, okay, en dan maak ik mijn versie. Dit is goed. Oké. Okay. Nou, laat het zien. Ja, oké, okay, het is nou, verschil. Wil je voor de grap eens eventjes met je vork op jouw worteltjes drukken? Jouw broodje is zacht, jouw aardappels zijn puree en jouw worteltjes zijn een soort puree bijna. Terwijl, luister eens bij mij. Ik moet kouwen op mijn worteltjes. Ik heb een knapperig broodje en stukjes aardappel. Daardoor moet ik veel meer kouwen op dit dan jij op dat. En daar worden je tanden sterk van, je tandvlees wordt er sterk van en je kaak groeit goed. En dat is extra belangrijk wanneer je nog aan het groeien bent. Maar ik wil toch even weten dat ik zeker weet dat je weet wat je afwijst hier. Want heb je dit broodje gezien? Dubbel, hè? Ja. 1, 2 hamburgers en een stukje kaas ertussen. Maar weet je wat dan grappig is? Als je dat hele zachte brood eet, hè, dat kun je zo hop, heel snel opeten. En dan denk je, nou, ik neem nog een broodje. Terwijl een knapperig broodje, dat moet je kouwen, moet je happen van nemen. Daardoor geniet je er meer van en je eet er minder van. Nou, en ik kan het ook wel bewijzen, want ik kan. Heb je zin in een wedstrijdje? Ja, ik ben altijd in voor wedstrijdjes, Guido. Nou, jij krijgt dit stukje van een zacht bolletje. Ja. Ik heb dit van een hard broodje. Probeer wie het snelst heeft doorgeslikt. Zeker. Wint. Ja? Go. Klaar! Boom. Ja, maar jij hebt je best ook niet gedaan. Boom, boom. Jij doet hier gewoon veel langer over. Dat witte bolletje, dat kost mij echt geen moeite. Nee, en iedereen doet hier dus langer over. Want je daagt je tanden uit. Denk maar terug aan de molen. Om het fijn te malen, zodat je het kunt doorslikken. En dat is gewoon belangrijk voor je gezondheid en voor je eten. Dus, als ik je goed begrijp, kouwen is belangrijk, want de voedingsstoffen komen dan vrij. Zeker. Twee, het is belangrijk, want het duurt langer, waardoor je ook minder eet uiteindelijk. En drie is, het is gewoon je kaak trainen en je tanden trainen. Het is gymnastiek voor je kaak en je tanden. Ja, en daardoor wordt je gebit ook gezonder. Dus daag jezelf uit, hè? Drie setjes van 5 duw. Ik heb bijna 50 keer gekauwd. Voor het lekker dat ik gewoon nu aan het trainen ben. Hey, hey. Wat ben jij aan het doen? Hoe is je week geweest? Wat ben je aan het doen? Mijn week was top. Nou, ik,
Ik ben er inmiddels echt bijna een beetje depressief van aan het worden. Hoe alles gewoon niet meer lekker is. Maar wat ben je aan het doen? Ik zit gewoon te kijken. Maar wat ben je aan het doen? Nou, ik moest toch niet meer kauwen? Een week lang. Iemand heeft tegen jou gezegd dat je een week lang je eten moet blenderen? Ja, jij. Huh? En ik ben er helemaal klaar mee. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Wanneer heb ik dat gezegd? Nadat je met die man had gesproken aan de telefoon. Nee. Dit vind ik ook helemaal niet om te lachen. Je moet het niet gaan blenderen. Dat slaat helemaal nergens op. Weet je wat? Stik er maar in met die stomme blender van je. Ik doe niet meer mee met die stomme experimentjes van jou. 1, 2, 3, 4. Daar had ik jou eens even lekker beter, hè, Rachel? Dit was Stopdocs. Tot de volgende keer.